Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We gaan beginnen. Ik wil graag het woord geven aan de allerbeste journaalpresentator die we hebben. Annegien, take it away. Arjen, dankjewel. De treinreiziger krijgt het wel voor zijn kiezen. Werkzaamheden aan het spoor, vertraging, volle treinen en de kaartjes van de NS worden volgend jaar waarschijnlijk fors duurder. Ja, jij ook bedankt, Annegien. De prijs van de treinkaartjes gaat volgend jaar mogelijk met 10% omhoog. En bijna de hele Tweede Kamer is totaal over de zeik. Hier, Tweede Kamer boos om fors duurder treinkaartje. Vooral de VVD was woedend. Die zeiden, het is een keer klaar met het beledigen van treinreizigers. En als de VVD het gaat opnemen voor treinreizigers, dan weet je, er klopt iets niet. Hè? Het is de vroem-vroem-partij, niet de tjoek-tjoek-partij. En NS-baas Wouter Koolmees zei, we moeten de prijzen moeten we wel verhogen. Het liefst willen wij de prijs van de treinkaartjes natuurlijk niet laten stijgen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook te maken met stijgende kosten voor materieel, voor elektriciteit, voor verwarming, voor personeel. Voor gehoorschade die mensen oplopen als iemand zo'n klein kutprullenbakje dicht doet. Klang! Waarom is dat zo hard? Ja, toch? En duurdere treinkaartjes zijn natuurlijk vervelend, maar alles is duurder geworden en dat heet inflatie. En treinkaartjes zijn minder hard gestegen dan andere dingen. En de NS kon die prijs nog een beetje laag houden doordat ze vorig jaar extra geld hadden gekregen om de inflatie te compenseren, maar dat was eenmalig. Dus nu moeten de prijzen alsnog omhoog, tenzij ze weer geld krijgen van de Kamer. Maar dat wil de VVD niet. Die willen alleen even lekker verontwaardigd doen en het zogenaamd opnemen voor die arme treinreizigers. En het blijft niet bij dat ene kaartje. Het is treinreis op treinreis op treinreis. Nee? Oké, de VVD... voor de mensen thuis. De VVD had nog wel wat andere ideetjes om het NS-tekort op te lossen. Is het nodig om OV-fietsen, taxivervoer en deelscooters aan te bieden? Vroeg Hester Veldman-Kamp zich af. Ja, laten we de OV-fietsen afschaffen, zodat treinreizen nog kutter wordt. Dat gaat het probleem oplossen. En weet je wat? Kleinere stoelen. En die raampjes om naar buiten te kijken. Moet dat echt? Moet dat echt? Trouwens, VVD, hey, weet je wie er nog wel de hele dag 130 mag in Nederland? De trein. Wouter Koolmees die zat zondag ook nog bij Buitenhof om over duurdere treinkaartjes te praten. En Twan Huis die dacht, oh, die ga ik eens even lekker aanpakken. Woont in Rotterdam, hè? Ja. Met de trein gekomen? Nee, vandaag niet. Nee? Nee. Is het heel flauw als ik zeg, was u bang dat u te laat zou komen? Ja, dat is heel flauw, Twan. Echt heel flauw. En het werd niet veel minder flauw. De woon-werkverkeer ging bijna altijd met de trein. Ja. En dat is een ideale vervoermiddel. Maar soms gebruik ik ook de auto. Zoals... Zeg, ideaal vervoermiddel, vandaag met de auto. Twan, hij mag toch wel soms met de auto? Ja, jij zegt, ik hou van de natuur, maar nu zit je toch weer binnen. Ja. En Twan Huis bleef maar poeren. Wat kost een retourtje tweede klas Rotterdam-Amsterdam? 16 euro? Sorry, 30 euro. 36 euro? Ja, ja, daar zit u flink onder het bedrag wat het kost. Oh, Twan, doe normaal! Hij denkt echt dat hij beet heeft, hè? Vergeet Watergate, vergeet de toeslagenaffaire. Twan Huis heeft net de baas van de NS betrapt op het niet exact weten van de prijs van een bepaald spoortraject in Nederland. Check ook even hoe hij kijkt als Koolmees er een paar euro naast blijkt te zitten. Hier, kijk, je ziet hem denken, dat wordt weer een Sonja Barend Award. Een paar dagen later ving de NOS Wouter Koolmees op bij station Den Haag Centraal. En die dachten, wij gaan hem ook even pakken. Waar komt hij nu vandaan? Uit Utrecht. En hoeveel kost dat ritje nu en hoeveel gaat dat straks kosten? Enkel ritje Utrecht-Den Haag is 13 euro. Als het 10% erbij komt, wordt het 14,30 euro. Bam! Koolmees heeft alle prijzen uit zijn hoofd geleerd. Hey. Middelburg-Goes 4,70 euro. Tilburg-Roosendaal met een kind 12,50 euro. Zaltbommel, Driebergen-Zeist met een fiets, drie honden en een groene ballista van de kiosk 28,90 euro. Bam, 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 bam! Hey. Dat is Koolmees. Maar, weet je... Kijk, er moet gewoon meer geld naar treinen. Structureel. Dan hoeven de kaartjes ook niet duurder te worden. Tot zover mijn stukje over de NS. Arjen, dank je wel. Graag gedaan, Annegien. Straks hebben we trouwens een bijzondere gast. Dat vind ik echt heel leuk. De Duitse talkshow-host Jan Böhmermann. Hij presenteert een satirisch programma op ZDF. Kijk, hij is hier. Hij is zeg maar de Duitse Arjen Lubach. En uiteindelijk is het inderdaad mijn doel om in elk land van Europa een franchise te openen. Dat is een beetje plan.
Ik kijk al de hele week kijk ik uit naar zijn bezoek. Hij komt speciaal voor ons vanuit Keulen hier naartoe. En als het goed is, is hij nu zo'n beetje bij station Hilversum. Ik heb daar zin in. Maar eerst nog even, was er verder nog nieuws vandaag? Een grote treinstaking in Duitsland. Het overgrote deel van alle treinen staat vandaag stil. Waarom heb ik altijd pech? Oh. Trouwens, ik zit te denken, het geldt waarschijnlijk niet voor de internationale treinen. Dus dat komt dan waarschijnlijk wel goed uit, toch? De staking heeft ook consequenties voor treinen van en naar Nederland. Onder meer de ICE's van en naar Keulen en Frankfurt rijden tot morgenmiddag niet. En er wordt geschaatst in het Duitse Insel dit keer. Ja, dan maar schaatsen. Ah ja, als de treinen niet rijden, dan moet je wat. Die stakingen in Duitsland die raken trouwens niet alleen de reizigers, maar ook de winkeliers in de stations. En dat leidt tot schrijnende situaties, bijvoorbeeld op het station van Berlijn. Ik heb vorhin met een bakwarenverkäuferin gesproken. Normalerweise had ze om die uurtijd schon ganz schön veel broodjes verkauft. En ihre Auslage die war nahezu unberührt. En ze guckte ganz schön traurig. Ja, ja. Je ziet het gewoon voor je, zo'n hele vitrine vol met verlepte pretzels. Dan breekt gewoon je hart. Dat doet pijn. Dit is in Duitsland al de vijfde staking in korte tijd. En die verslaggever die je net zag, die is er altijd bij. Hier, dit was bij een staking in januari. Morgen fährt nog niets. Dan wird, sagte eine Bahnsprecherin, am Montag ist wahrscheinlich noch ein bisschen ruckeln. Ja, en later die dag stond ze er nog een keer. Naja, es gehört ja zur Choreografie solcher Tarife. Oh, wacht even. Wat is er met die microfoon gebeurd? Wat? Had je dat gezien? Viel het je op? Kunnen we even naast elkaar zetten? Even kijken hoor. Dat ding is twee keer zo lang! Wat is daar gebeurd, joh? Wordt hij steeds groter als ze licht of zo? Wat? Was hij nou ook nog op tv die dag? Hebben we dat toevallig? Zum 3. maart absoluut. Oh. Holy shit! Sterkte mevrouw. Dit was vandaag. Zometeen gaan we kleding terugsturen. En Jan Beunerman is de gast bij Eerst AI of Kamerlid. Lekker mee! AI of Kamerlid. Naam? Anita Pijpelink. Partij. GroenLinks PvdA. Het is een Kamerlid. Het is wetenschappelijk bewezen dat NPO Start niet schadelijk is voor je tanden. Daarom raden 9 van de 10 tandartsen 3 keer daags NPO Start aan. En die 10e, die ken ik toevallig, die is helemaal gek, joh. Hier. Heb je niks aan.